Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal het droog en zonnig zijn, waarbij de gevoelstemperatuur enkele graden hoger zal zijn dan de actuele temperatuur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 41 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook geeft de dienst aan dat er kans is op windstoten langs de kust.